Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Goedemorgen. In deze video moeten we nog ontbijten. En we willen graag het goede voorbeeld geven, want je moet altijd goed ontbijten. Anders kun je de dag niet door. Luister naar Sanicious. En wat doen wij nooit? Ontbijten. Ontbijt overslaan. Wij doen nooit ontbijt overslaan. Maar goed, we zitten weer in de auto. We zijn onderweg. Wat zijn we? Naar een paarden-YouTuber. En misschien zien jullie het wel in de titel, want ik weet niet welke titel deze video gaat krijgen. Maar, en anders is het lekker een verrassing. Dus we nemen jullie mee vandaag. Blijf kijken. Psst, waar zijn we? Hallo! Het is een wilde Madé. Oh, je ziet echt helemaal niks. Hoi! Kijk, Olive. Volgens mij wil je eerst voelen. Doe jij dat maar. Kijk nou, zo wordt Stan ook. Zo wordt Stan. Ik denk niet. Stan heeft stippen, weet je niet. Nee, hoi. Stan heeft enge witte oogleden. Oh, jij bent niet bang voor mij, dat is leuk. Jij bent ook nog een baby. Oh? Ja, drie, net drie. Dat is ook een fjord. Kijk zijn kapsel. Ja. Wie is dat? Hij is nog niet aan het wisselen. Ja. Wel, is hij aan het wisselen? Hij heeft al gewisseld. Heeft hij al gewisseld? Ja. Serieus? Waarom heb ik dat niet meegekregen? Ik heb echt niks meegekregen. Niks gezegd. Wat is dit? Want ik was ook aan het wachten. Wanneer gaat hij nou wisselen? Hij heeft wel echt tanden nog. Doe maar je kunstje. Ah, lief. Hoi. Schattig. Jij schatje. Wauw. Hoe heet dat pinguïn? Onze haan. Dit zijn allemaal lelijke kippen. Wat veel kippen. Deze worden gewoon af en toe allemaal weg. En deze zijn allemaal af. Wat gaan we doen? Wij gaan bij sluiten bij plukken. Geplukt. Maar als we dan nou ook willen. Maar ik wil ook. Mevrouw, wij willen ook rijden. Mevrouw. Kijk nou jongens. It's the West now. It's Wesley in real life. Wesley West life. Mooi kapsel. Gewoon een ponykamp Madé dat we in de titel zetten. Ja. Gaan we ponykamp activiteiten doen? Ja! Oké, we zijn eruit. Wesla Billen. Hoe heet je ook al? Met Iris en met... Sjenene. Sanne. Van het geweldig gave leuke YouTube-kanaal Equitality. En ook zijn we met Tesla. Tesla. Tesla de Tesla. Dit is een challenge. Wie de mooiste kant maar. Ja, de kant met de maan. Ja, dat is niet eerlijk. Hoi. Tour langs Wesley's hoofd. Hoi. Klap, klap, klap. Jij krijgt nooit eten. Ik zie het al. En daar hebben we Kontman en Madé. Hallo. Front view. Oh, gaat die los? Kijk dat buikje zo lief. Kitty pie. En dit is geef. Jullie mogen straks in de comments laten weten wie het best geborsteld heeft. Klit erin. Left door. Goed verdelen. Waarom? Omdat dat lekker strak wordt. Ja, dan pak je hier een plukje bij. Ja. Dan doe je die er ook bij. Ja, dan doe ik dan weer. Legt hem hier een plukje. Sanne, je verpest het beeld. En dan doe je weer vlechten. Het is echt moeilijk uitleggen dit hoor. En dan doe je dus het buitenste plukje weer onder. Pak je daar weer een nieuw plukje bij. Mag ik jou inhuren om dit bij mijn chat anders te doen? Natuurlijk. €50 per half uur. Per half uur? Per. Ja. Dit. Zien jullie dit? Paarkunst. Dit niet. Dat is dit wel. Zo schattig. Dat hij geen tanden neemt? Ja. Deze knarsertand is wel. Ja, maar nu hoor je dat hij kiescontact heeft. Ja. Ga weer dan weer zo zitten. Kiescontact. Kiescontact.
zei, nou, volgens mij volgende keer kan ze gewoon een Shetlanderverdoving hebben. Want het is echt, die dacht helemaal van de planeet. Ja, die was helemaal weg. Arm ziel. Moest echt helpen met lopen en zo. Ja. Maar dat is wel fijner, want anders had hij het helemaal meegekregen. Ja, dat is uur. Sanne heeft dus een bloemetjesdek gekozen, omdat ze zelf zo kleurig is. Snelspring single. Wow. Kijk, mij cool perfect, zijn. Perfect, heb geen zweet. Ja, ziet er wel stoer uit hoor. Een kontman gaat een dressage met dit. Dressage met de half fjord. Oh. Oh. Shame on me. Luister. Waarom past de cap niet? Ik wil deze ook. Nou. Mijn hoofd is dik. Maar die andere past ook niet. Maar je zei net wat anders. Maar je hoofd? Ik heb een ovaal hoofd. Wow. Hij gaat zo. In plaats van zo. Dus mijn cap. Maar zei je net niet ook dat je hoofd niet te groot was? Mijn hoofd is niet te groot, het is een ovaal. Allemaal schoenen van Madea. Van de kant, dag. Iris heeft haar riem bij haar laarzen gematcht. Ja, cowboy Billy Boom. Wat gaan we doen? Wij gaan naar de bak toe lopen. Ja. Waar moeten we langs? Langs. Bloemendek. De accu is leeg. Heb hem niet opgeladen, speciaal voor ons. Wat? Heb je hem niet opgeladen voordat wij kwamen? Dit is de paddock van de Middenwei. De Middenwei. We hebben de Middenwei, de Bosnouwwei, de Zetlandewei, van de Boomgaard en mijn wijtje. Ik wil ook in de Boomgaard. De Boomgaard is een lekker fruitboom. Ik ga hier even liggen in de hoop dat jullie mij horen, want het waait hier. Maar nee, ga weg met die reet. Maar deze is even aan het rijden. En dan mogen wij.
Het is gelukt hoor. Wessel, niet in de schuur. Jij blokkeert hem. Hi lieverd, jij bent lief. Nee. Kijk nou, hoe lief. Wessel is lekker aan het eten. Helemaal in de vrije natuur. Hallo, het plan is gewijzigd voor vandaag. Wat gaan we doen? Wij gaan nu weg, want we zijn er klaar mee. Nee, wat gaan we doen? Wij hebben honger, dus we gaan even langs de McDonald's. Yes. En dan langs de andere snoepwinkel. De Divoza! Dit is... Oké, wij hebben Iris bij ons zijde hier zo. En Iris die is dus vet omhoog. Yes! Iris weet heel veel van gebitjes en tandjes en dingetjes van paarden. Want Iris is paardhandig. Hoeveel honger hebben jullie al? Dat is wel heel erg echt. Kijk eens wie er al eten heeft. It's me. Ja, ik kon dus niet kiezen tussen kip nuggets of die cheese dingen. Ik heb ze allebei genomen. Die cheese dingen zijn ook zo lekker. En kijk, mijn vegan maaltijd. Wat mijn moeder weer boos. Zitten jullie nou weer bij de McDonald's in de video? Sorry man. Hoi. 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 Waar eten. Ik ga inzoomen nu. ASMR. Wanneer je dit ziet, vind ik dat je een New Kids auto hebt. Onze buik zit weer vol. We hebben de Mac gegeten, zoals gewoonlijk. En nu gaan we naar de Divoza. Sorry, mam. En er is korting bij de Divoza. Dit is niet gesponsord, maar jullie kennen de Divoza wel. En daar gaan we heen. Hè? Ah. Ziel. Fijne foto maken. Hoi. Sponsor ons, Jill. Sponsor ons. Divoza. Ira, wat is dit? Ja. Wow, ijsbeerpak. Voor wie? Het is zo schattig. Die. Die is te groot. Doe jij. Zit lekker. Die beugels hangen ergens beneden. Maar hij moet niet donker van kleur, als mensen niet willen laten. Deze mag er ook bij, deze moet best in elkaar zitten. Dat heb je gekocht, ga je kopen. Haargoed socks en normale socks. Elastiekjes van Pagoni, ongeveer 5 jaar. En het is ook van Pagoni, en het is een haargewijzer. Uitdekkend, toch? Als ik een keer kabel zei, doe ik. Dat is je vatten. Oh! Doei! Bedankt voor alles! Never forget you! Dat was een fantastische ponykampdag! Yay! Wil ik ook! Volgende keer bij ons! Doeg! Doei! Wij zijn weer terug in town. En het is kippen. Ah, vogels. Het is nu 6:15. En we gaan even paardjes voeren. En dan zit onze dag er alweer op voor nu bij de paarden. Ja. Hallo. Fiesta. Fiesta. Maar als jouw vliegen net, ja. Yeah. Iris geeft drugs aan haar paarden. Roosie. Dood. Roos. Gaat hij dood. Anders gaat ik dood. Dat is echt... Al die lieve stippen uit de heel schattig. Geef eten alsjeblieft. Kleine kwispelpeanut. Allemaal vliegen op jouw billetje. Nu zijn we onderweg naar Stan en Yellow. En Kingston. En Kingston. Dat ze verwend zijn. En dan hebben we alle purden weer gezien vandaag. De ijskoman. Wat? De ijskoman. Oh, ik heb echt zin in een ijsje nu. Nee, ze keken heel lief door het raampje. Oh! Oh nee. Dat oogje, kraaloogje. Het is een beetje donker. Iris is het lichtpunt hier. Dank je. Hi, hele dag. Geef dan. Stan, kom. Stan.
ben je mooi. Wat ben je mooi met je wintervachtje. Wil je niet bijten? Je ging van de week zelfs knuffelen, hè? Kijk die vacht. Je bent als een kluis op kleine kruisenbol. Stan is alweer een pluisje aan het worden, ja. Kijk hoe lief je hem nu kunt knuffelen zonder hapjes. Am out, ik zag hooi. Zonder hapjes in je vel. Die staart. Zo schattig. Hallo, daar zijn we weer. Wat is er met mijn haar gebeurd? Ik weet het eigenlijk. Het regent! Het regent, kijk. Niet zo vol op de lens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En als je de video van Made wil zien, want die heeft ook een video gemaakt, dan moet je even haar kanaal in de gaten houden. Ik weet niet of die er al op staat, want ik weet niet precies wanneer deze online komt. Ik denk meteen. En wat haar uploaddagen zijn, weet ik ook niet. Nee. Blijf het in de gaten houden. En ja, laat weten of je het een leuke video vond. En of we vaker samen... Of jullie kunnen raden met wie onze volgende video samen is. Want we hebben alweer eentje gepland. Sterker nog, de dag dat deze video online is, zijn we alweer een nieuwe video met een andere YouTuber aan het opnemen. Dat staat overal op Instagram. Dus volg ons op Instagram. Doei!